Woensdag was het de dag van de anticonceptie. Deze dag is bedoeld om het gebruik van anticonceptie te stimuleren. In de christelijke gemeente Staphorst zien we echter nog vaak dat anticonceptie nog steeds een taboe is. Oud-verloskundige Ottilia Kloosterboer uit de gemeente Staphorst legt uit waarom dat zo is. Ja, vanuit, misschien vanuit geloof opzicht. Hè, dat je hier niet mag ingrijpen. En een kind is een geschenk van God en een zwangerschap dus ook. En ja, ik denk dat. Denkt u dat er ook nog verandering in gaat komen? Nou, dat hoop ik. Ik hoop dat jongeren zich toch meer ontwikkelen en de wereld steeds groter wordt voor hun. Dat ze ook inzien dat het wel belangrijk is. Ze heeft zelfs ervaringen met vrouwen die anticonceptie wilden nemen, maar het niet mochten van de kerk. Er wordt wel anticonceptie gebruikt. En ik heb ook wel mensen in mijn praktijk gehad die geen anticonceptie mochten gebruiken van de kerk. En die deden het stiekem. He, dan mocht zelfs de man het niet weten. En dan was zij aan de pil of het prikpil of zoiets. En ja, dat vind ik toch wel heel erg dat je zo stiekem moet doen. Ja. Ja. Maar ja, goed, ik hoop wel dat het beter wordt. En dat denk ik ook wel. Want de wereld wordt steeds groter. En je kunt je daar niet meer, je kunt je niet meer verschuilen achter een bijbel of zulke soort dingen. Lydia Ringers komt uit de gemeente Staphorst en heeft 10 kinderen. Zij legt uit waarom zij geen anticonceptie gebruikt. En van vroeger uit werd dat zo verkondigd dat God het zo beschikt kinderen te krijgen zoals het komt. En van daaruit eigenlijk hebben wij destijds besloten om geen anticonceptie te gebruiken. Na de jongste heb ik een postnatale depressie gehad. En toen heb ik gezegd, nou moet ik geen kinderen meer krijgen. Ottilia heeft nog een advies voor scholen en ouders. Als de voorlichting niet optimaal is, dan gaan mensen toch experimenteren. Het is wel gebleken dat hoe vroeger je begint met voorlichting, over gewoon seksuele voorlichting en anticonceptie, hoe minder tienerzwangerschap je krijgt.